In 2015 zijn een aantal artikelen in boek 1 burgerlijk wetboek gewijzigd. Deze artikelen zien onder andere op geboorte, overlijden en huwelijk. Zo is het volgens de wet mogelijk om elektronisch aangifte te doen van geboorte en overlijden. Voorheen was het wettelijk gezien alleen mogelijk om in persoon aangifte te doen van de geboorte van een kind en het overlijden van een persoon. Het was noodzakelijk om bij de gemeente te verschijnen. Het zal nu in iedere gemeente mogelijk worden om de aangiftes elektronisch te doen. Al zal dit nog wel enige tijd in beslag nemen. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is het in november 2015 bij de gemeente Leudal nog niet mogelijk om elektronisch aangifte te doen en dient men nog bij de gemeente te verschijnen. De aangifte van geboorte dient plaats te vinden binnen 3 dagen na de geboorte. De zaterdag, zondag of erkende feestdagen tellen niet mee voor de 3 dagen termijn. Indien te laat aangifte wordt gedaan, dan meldt de ambtenaar van de gemeente dit aan het Openbaar Ministerie en kan een boete worden opgelegd. Door de mogelijkheid tot het doen van elektronische aangifte zal het wellicht nog makkelijker worden om tijdig aangifte te doen. Bij de wettelijke bepalingen omtrent het huwelijk is de ondertrouw afgeschaft. Het is dus niet meer nodig om bij een ambtenaar van de gemeente te verschijnen om het voorgenomen huwelijk kenbaar te maken. De wet handhaaft wel dat een voorgenomen huwelijk kenbaar moet worden gemaakt, maar ook dit mag elektronisch. De termijn van 14 dagen blijft wel gehandhaafd. Dit houdt in dat het huwelijk niet binnen 14 dagen, nadat het voornemen tot huwelijk kenbaar is gemaakt, mag worden gesloten. Op de website van de gemeente Leudal is deze wetswijziging wel al verwerkt. Op de website zijn formulieren te vinden waarmee een voorgenomen huwelijk kenbaar kan worden gemaakt. Ten aanzien van de wettelijke voorschriften voor het sluiten van een huwelijk zal op korte termijn nog meer veranderen. Op 5 december 2015 treedt de wet tegengaan huwelijksdwang in werking. Deze wet is met name in het leven geroepen om kindbruiden tegen te gaan. Vanaf 5 december 2015 is het niet meer mogelijk om te trouwen als de man of de vrouw de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. De aanstaande echtgenoten moeten derhalve beide meerderjarig, dus boven de 18 jaar zijn, om te trouwen. Tot 5 december staan er 2 uitzonderingen in de wet. De eerste uitzondering is dat aanstaande echtgenoten die 16 jaar of ouder zijn en waarvan de vrouw in verwachting is of reeds is bevallen, mogen trouwen, waarbij wel de ouders of voogden van de minderjarige toestemming moeten geven voor dit huwelijk. De tweede uitzondering is dat de minister van Justitie ontheffing kan verlenen van de eis dat partijen 18 jaar of ouder moeten zijn om te kunnen trouwen. Deze 2 uitzonderingen komen te vervallen, zodat de eis dat de aanstaande echtgenoten 18 jaar of ouder moeten zijn strikt is. Daarnaast wordt door dezelfde wet het verbod om te trouwen met familieleden uitgebreid. Op dit moment staat in de wet dat een huwelijk niet mag worden gesloten tussen broers en zussen. Vanaf 5 december komt daarbij dat een huwelijk ook niet mag worden gesloten tussen neven en nichten onderling en met ooms en tantes. Op deze uitbreiding is wel een uitzondering mogelijk. Namelijk indien de aanstaande echtgenoten bij een ambtenaar van de burgerlijke stand onder ede verklaren dat zij zonder dwang en dus naar vrije wil in het huwelijk treden. Hoewel er nog meer wetsartikelen zijn en worden gewijzigd, heb ik mij in deze column beperkt tot de naar mijn mening belangrijkste wijzigingen.